patiënten die worden steeds ouder, dus is er ook steeds meer zorg nodig. Daarom zijn we ook steeds meer en meer onderzoek gaan uitvoeren, voornamelijk op de CT, de MRI, de PET-CT. Nou, de knelpunten die zaten vooral in de privacy van de patiënt, het gebrek aan ruimte ook voor de patiënt en de verschillende patiëntenstromen die door elkaar liepen. Door al deze ontwikkelingen en knelpunten waren we echt uit ons jasje aan het groeien, dus was het nu tijd voor een verbouwing en een herinrichting. Ook de afdeling nucleaire geneeskunde is volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Zo hebben we een state-of-the-art PET-scanner die veel sneller is dan de vorige PET-scanner. Dit is een groot voordeel voor de patiënt die veel minder lang stil hoeft te liggen. Ook de hoeveelheid radioactief materiaal die nodig is per patiënt is gereduceerd. Nou, we hebben recent een heel mooi nieuw borstcentrum waar we nu staan. En de patiënt wordt hier nu gewoon op één plek gezien. Door zowel de chirurg als de radioloog. Dus ze zitten in één wachtkamer en daar worden ze uitgehaald. Voorheen hadden we de situatie dat eigenlijk de radiologen en de chirurgen verspreid zaten in het ziekenhuis. Ze hadden wel contact met elkaar, maar de patiënt moest van locatie naar locatie. Nu zitten ze hier in deze wachtkamer, worden ze zowel voor de mammografie als voor het gesprek met de chirurg uit deze wachtkamer gehaald. Het voordeel hiervan is dat de radiologen en de chirurgen sneller met elkaar kunnen communiceren en de patiënt dus ook daarna sneller de uitslag heeft en dus minder lang in spanning hoeft te zitten. Het betekent dat de patiënt in vriendelijkere en ruimere wachtruimtes wordt ontvangen, dat de patiënt meer privacy ervaart doordat de polyklinische en de klinische stroom echt gescheiden worden en dat de patiënt ook kortere wachttijden ervaart. We hebben twee nieuwe MRI-scanners. De ruimte waar de patiënt doorheen moet is ruimer en lichter. Hierdoor is het veel patiëntvriendelijker en kunnen ook bijvoorbeeld claustrofobie-patiënten makkelijker gescand worden. We hebben twee nieuwe state-of-the-art CT-scanners. Ons paradepaardje is de spectrale scanner. Door de opbouw van de detector kunnen we een standaard scan uitrekenen op meerdere energieniveaus. Dat klinkt allemaal vrij technisch, maar het komt erop neer dat we na toediening van contrast een virtuele blanco scan uit kunnen rekenen. Ook kunnen we het jodiumgehalte van gevonden lesies berekenen, waardoor we beter kunnen bepalen wat de afwijking is. Voordeel voor de patiënt is dat hij veel minder vaak terug hoeft te komen voor aanvullend onderzoek. We hebben ook qua software veel veranderingen doorgevoerd voor afspraken waarbij een patiënt zowel op de poli als op de radiologie of nucleaire geneeskunde moest zijn op dezelfde dag. Kan die afspraak nu direct bij de balie van de poli worden gemaakt in plaats van dat je naar beide afdelingen moet. Zo wordt er een hoop moeite bespaard.